schrijven aan antwoord nummer 70 in Amsterdam. En u weet het, een postzegel is niet nodig. Antwoord nummer 70 in Amsterdam voor de microgids. Dit is de KRO op Nederland 1. En dan nu terug van weg geweest. Eerste programma in een serie van 3 over in Nederland wonende en werkende buitenlanders die naar hun vaderland gaan met vakantie. Portugal, vakantieland bij uitstek, waar ook dit jaar weer veel Nederlanders naartoe zullen gaan. Portugal is geen buitenland voor José Rentes de Carvalho. Hij is een van de duizenden Portugezen die in Nederland wonen en die elk jaar op vakantie gaan naar hun vaderland. Rentes de Carvalho is anders op vakantie dan u en ik. Hij is terug van weg geweest. Rentes de Carvalho, 47 jaar, woont al 21 jaar in Nederland. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Portugees seminarium van de Amsterdamse Universiteit. Rentes de Carvalho heeft enkele boeken geschreven. Sommige daarvan werden in Portugal uitgegeven. Op het vliegveld van Lissabon wordt hij verwelkomd door zijn beste vriend, Viriato Camilo, de uitgever van zijn Portugese romans. Mag ik wat vragen? Ik verstond 3 woorden en het lijkt erop of deze vakantie nu al een politiek tintje krijgt. Klopt dat? Ja, klopt. Omdat hij zegt, het veronderstellen dat het niets gebeurt in Portugal, dat alles koek en ei is en dat men het rustig heeft, dat is pertinent niet waar. Men heeft het erg moeilijk. En ik vind het erg verdrietig dat hij mij zelf zegt, nou, hoezo, ik ben directeur van een uitgeverij en ik weet niet hoe ik morgen mijn huur betaal. Nou, en dat ik vind het erg tragisch. En wat is, het is geen goedkoop sentiment of eventjes een geval. Ja, maar het is gewoon het waarheid. Men heeft het moeilijk. Ja, of dat het toerisme een politiek tientje krijgt of niet, dat weet ik niet. Altijd. Die meneer is uw vriend, hè? Het is een goede vriend, ja.